Ja, gisteren kwam dit veulen als eerste de baan in en wij konden eigenlijk meteen een eerste premie kwijt. Een veulen wat met zoveel zelfvertrouwen zichzelf toont, komt los van de moeder, heeft lossigheid, heeft ruimte, heeft schakelend vermogen, gaat daarin nog in wat bergop. Natuurlijk wat ook meetelt is het rastype, veel uitstraling heeft het veulen, lang gelijnd in de bouw, beenwerk was goed gesteld. De stap makkelijk door het lichaam heen. Ja, en wat ik al aangaf, een hele goede draf. En alles dat bij elkaar opgeteld maakt natuurlijk een eerste premie. En in vergelijking met zijn concurrentie ook nog het kampioenschap van vandaag. Nummer 78 veulenkampioen bij de Merries. Heel mooi in het rastype, mooi hoofdje erop. Bovenlijn zou net iets sterker mogen, maar wel met heel veel lossigheid in de beweging. Vooral in de stap, maar met name in een hele makkelijke gedragen schakelende draf. Nummer 93, een heel mooi langgelijnd enter, dat mooi in type staat, goed stapt, voldoende stapt, vooral een draf zich opwaardeert, mooi opwaarts, veel lossigheid en veel gedragenheid toont en daarom wordt deze kampioen. Kampioenschap 4 jaar en oudere sterrenmerries, of kronen en modellen. 183 heeft voor ons gewonnen, is de Jerke, het is het meest complete paard. Goede stap, goede draf en een heel mooie rastype. 191 de Lodewijk, was vorig jaar kampioen, modelmerrie. Zou iets mooier kunnen stappen en is wat niet helemaal constant in zijn presentatie, maar op zijn mooie momenten deed hij het heel erg. Nummer 183 is de kampioen geworden. Paard wat uitmunt in zijn prachtige mooie beweging met heel veel buiging en goed krachtig achterbeengebruik en met een mooie lichaamshouding. Kampioen 2017. De reservekampioen is het enter die met name opviel door zijn prachtige mooie manier van bewegen met veel balans, veel gedragenheid en in de stap enige beperktheid trof en ook iets correcter kon in de voorbeenstand. Dat is een hele mooie reservekampioen. De vakvereniging Het Friese Paard kan terugkijken op een geslaagde fokdag. Kwaliteit had misschien niet over, was gemiddelde kwaliteit. Bij de driejarigen was de kwaliteit in de breedte voldoende. Van de 26 gekeurde paarden zijn er 9 ster geworden. We hadden een mooie kampioenskeuring vanmiddag met zeer waardige, goed bewegende kampioenen. Geslaagde fokdag onder in de meest op de dag goede weersomstandigheden.